Ja, het zijn zware tijden natuurlijk. Ja, voor iedereen. Ik bedoel, of je te maken hebt gehad met de corona zelf, ziekenhuis, of dat je er nog steeds, heel veel mensen nog steeds last van hebben. Ja, maar ook economisch, wat denk je daarvan? Mensen die gewoon hun bedrijf kwijtraken, of mensen die gewoon ontslagen worden. Ja, dat is allemaal aan de hand. Ja. Dus dit is echt niet makkelijk nou hoor. Nee. Dus dan krijg ik de vraag van mensen van ja, en nou Harry, hoe moet het nou door? Ja, hoe moet het nou verder? Ja, dat heeft te maken met, hoe moet ik dat zeggen, met innerlijke energie. Daar heeft het mee te maken. Wil je gewoon verder? Wil je gewoon hier uitkomen? Denk je bij jezelf, beneden zittend in die put, denk jij bij jezelf, ik klim godverdorie uit die put. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Weet je wel? Of blijf je gewoon zomaar in die put zitten? Nee! Nee! Weet je wel, je moet verder. Je moet door. En dat is, ja, dat is drive. En dat heeft ook te maken met energie en met ambitie. En noem het allemaal maar op. Ja, weet je wel, ik heb het wel eens eerder verteld. Vroeger, dat dacht ik bij mezelf, hoe komen die grote sterren nou waar ze zijn? Want ik wilde helemaal van beneden af aan, wilde ik naar die top bij de tv. Daar wilde ik komen. Ja, en hoe kwam ik daar nou? Goeie God, die enorme berg voor me. En ik las al die verhalen, al die biografieën van al die sterren. Want ik denk, wat is de clue? Waar zit nou het succes van die mensen? En wat bleek, het was zo saai. Het was gewoon keihard werken. Dat was het. En niet meer en niet minder. En daar had ik, ja, toen dacht ik bij mezelf, nou dan moet ik dat maar doen. Dan ga ik dat maar doen. Dan ga ik maar gewoon mijn ballen afdraaien. En dat is hem. En dat wil ik jullie in godsnaam meegeven. Er is geen andere uitweg. Ook in deze klote situatie. Want dat is het. Voor iedereen en alles is het gewoon helemaal niks. Dat snap ik en dat is ook zo. Ja. En dan denk ik bij mezelf. Jongens, kom op. Pak jezelf hier. Pak jezelf bij de schouder. Elke dag weer. En dat is niet makkelijk. Dat weet ik ook wel. Maar pak jezelf bij de schouder. En dwing, want daar gaat het om. Dwing dat geluk, zover je dat nog kan vinden. Dwing dat geluk in de hoek. Ja, want je moet het blijven opjagen. Daar gaat het om. En daarom zeg ik, het gaat om die innerlijke energie. Zoek die hoek op en drijf dat geluk in die hoek. En op een gegeven moment, dan kan dat geluk niet meer weg. Waar moet het heen? En hup, en dan springt het in je armen. Dat is het. En dat wens ik jullie allemaal toe.